Op deze zonovergoten dag staan we hier op de Herenstraat. Ik heb helemaal zin om boodschappen te doen, maar ja, dat mag natuurlijk niet in verband met de social distance. We gaan op bezoek bij John Brussel. Nou, u kent hem natuurlijk wel, de huisfotograaf van de Bever Leiden. Ik zie dat zijn deur al open staat. Ik weet niet of dat goed is, maar misschien is het omdat hij me verwacht. Het is net een beetje knibbelknabbelknuisje. We zitten er aan mijn huisje. Ben je dat, John? Oh, kijk, is helemaal aan het werk. Vertel eens eventjes, waar staan we nu? We staan in mijn studio aan de Herenstraat. Het is niet een hele grote studio. Vroeger was die echt veel groter, maar dat heb je niet meer nodig. Dit is waar ik de portretten eigenlijk maak, die regelmatig op Instagram voorbij ziet komen. Als ze studioportretten zijn, dan zijn ze wel hier gemaakt eigenlijk. Natuurlijk sowieso, natuurlijk de huisfotograaf van de Bever Leiden. Ja, ook nog een keer. Ook nog een keer. Het betaalt heel slecht, heb ik gehoord. Ja, ach, het is... Laat ik me niet over uit. We doen ons best. Vertel eens eventjes, hoe gaat het nu? Want ja, het is... Nu is het stil. Het is in maart, maar wat eigenlijk de beste maand moeten zijn. Dat is eigenlijk altijd, ieder jaar. En hoe stil is stil? Stil is stil, is dat er dan 22 opdrachten wordt afgebeld. Dus, dat is stil. En heb je wat aan de regelingen die de overheid doet? Daar zijn we mee bezig. Dat is een... Bij sommigen gaat het heel snel... Hoorde ik, en dat vind ik echt heel goed. En dat is ook positief. Dus, maar daar kom je ook wel mee uit. Weet je, het is gewoon, als je nu niet gaat downsizen in wat je hebt, en dat ook vervolgens blijft volhouden, dan gaat het, ga je het niet redden. Want als er zometeen weer 400.000 werklozen bijkomen, dan is het in de fotografie klaar. Ja. Want dan gaat iedereen het doen en we hebben er al 200.000. Maar jij hebt wel een hele leuke actie bedacht, qua iets, dat je een leuke kalender hebt gemaakt en gefotografeerd voor alle horeca. Ja, ik heb 12 kroegen heb ik een kalender gemaakt. Het staat gewoon vanavond om 6 uur, was de tijd dat het sloot. Dat de kroegen dicht gingen, was om 6 uur. En ik heb eigenlijk gewoon de lege, de bars echt gefotografeerd. Niet de totale kroegen, maar gewoon de bar. Dus het zijn allemaal kroegen, zeg maar, die dus helemaal leeg zijn, maar uit Leiden die je dus gefotografeerd hebt. 12, laat me zeggen, echt nog de 12... redelijk bruine cafés die er nog zijn, zoals L'Esperance, dat hebben we nog meer, de Respons. Verengelen wordt nu verbouwd natuurlijk, die staat er ook in, half uit elkaar gehaald. Nog een beetje de drama van de corona, nog extra mee te geven. Corona, omdat er echt nog ergens nog gewerkt wordt. Stadsbierbrouwerij staat erin. En waar kunnen mensen deze kopen, zeg maar? Is dat te koop? En ze zijn te krijgen dus op het internet. Daar wordt nog bekendgemaakt wanneer, hoe en hoe het betaald gaat worden. Eventueel komt er een bezorging bij als mensen bier bestellen bij Stadsbrouwhuis. En anders is je te krijgen bij Flat White. Daar is hij dan ook nog op te halen tegen betalen. Maar goed, het is natuurlijk leuk voor enige bekendheid, maar je wordt het levert natuurlijk weinig op. Nee, het levert niet heel veel op. Nee, de oplage is natuurlijk te laag. En het is meer om de kroegen te laten zien van, hey, we zijn er nog, we doen nog mee en... En daar gaat het om. Dat was ook een beetje te laten zien dat jij er nog bent. En laten zien dat ik er nog, nou, dat ik niet stil ga zitten. Je moet twee dingen niet doen, is stil gaan zitten. Nou, over stil zitten gesproken. Ik wil nog wel even een soort van glamour shoot van mezelf hebben. Als ik hier dan toch bij de beste fotograaf ben. Een soort van even gezellig, hè? Ja, toch? Dat gaan we dan maar even opbouwen. Superster? Dat zeg ik niet, nee. Ik denk dat je in het hotelwezen moet blijven. Geen model? Nee, geen model. Nou, jammer weer. Ik hoop wel dat het goed met je gaat, oprecht. Ja, ja ik ook. Ik hoop dat het ook goed gaat. En ik wens je succes met je nieuwe studio. Ja, we gaan dat allemaal voor elkaar breien. Waar ga je heen? Ik ga naar de stillerij nummer 1. En dat zit dan bij Flat White. In Flat White. Er hangen zwart-wit foto's van mij, hele grote. En daar hangen ook de kunsthuizen, hangt daar ook met zijn kunst. En ik ga daar mijn studio bouwen, zodat ik dingen kan uitleggen aan mensen als ze dat willen weten. Of als ze een keer een studio willen gebruiken, dat ze daar een keer een fotootje kunnen maken onder mijn begeleiding. Dat ze weten hoe een studio werkt. Ik wens je heel veel goede modellen toe, beter dan ik. Ja, dat wens ik mezelf ook. Dankjewel. Dag. Mensen, bedankt.